Hallo allemaal, een hele goede morgen en leuk dat je ook kijkt naar het tweede deel van mijn wereldreis. Een reis die 3,5 maand gaat duren en letterlijk de wereld rond. Dit is de tweede video tijdens mijn reis en ik ben nog steeds in Banja Luka in het noorden van Bosnië en Herzegovina. Het is wel de laatste dag vandaag, want ik ga zo meteen onderweg naar een andere stad hier in Bosnië en Herzegovina. En dat doe ik zo meteen met de bus. Het is een busreis van zo'n 4,5 uur richting het zuiden, richting de stad Mostar. Dat ga ik doen met een hele bekende busmaatschappij, namelijk met de Flixbus. Die rijdt hier ook in Bosnië. En ik ga nu eerst onderweg richting het centrum van Banja Luka om daarna door te gaan naar het busstation wat helemaal in het noorden van de stad zit. Om bij het busstation te komen kun je gebruik maken van eigenlijk drie vervoersmiddelen. Ja, één is natuurlijk gewoon te voet en dat is ongeveer een half uurtje zo uit mijn hoofd. De tweede is met de bus, kun je die kant op met verschillende lijnen die richting het busstation gaan. En je kunt ook met de taxi. Welke ik ga kiezen weet ik nog niet. Misschien dat ik wel te voet ga of misschien met een taxi. Ik heb nog wat Bosnisch geld over in contanten, dus misschien is dat wel een leuke manier om uit te geven aan een taxi. Vaak kun je daar niet pinnen namelijk. Maar goed, ik ben eerst nog onderweg richting het oude centrum. Aangezien ik zo meteen een busreis van 4,5 uur heb, is het nog wel even belangrijk om van tevoren even wat boodschappen te doen. Een paar snacks, flesje water, dat soort dingen. Heb ik net hier beneden gehaald bij de lokale supermarkt. Ik heb een Twix gehaald, flesje water, zakje chips en nog wat fruit. In totaal voor omgerekend €2,60. Nou, prima prijs denk ik. Dan kunnen we nu zo meteen onderweg richting het busstation. Ik ga het gewoon lekker te voet doen. Het is mooi weer, het is droog, het is zonnig. Dus dat komt helemaal goed. Volgens Google is het nog 2,6 kilometer naar het busstation. Nou ja, dat is misschien weer iets te enthousiast om het te voet te doen. Vooral met dit warme weer, twee zware tassen. Ik ga eens even kijken of ik ergens een taxi kan vinden. Volgens mij zag ik hier net die achter eentje staan. Dus ik ga even vragen of die mij richting het busstation kan brengen. Hi, excuse me. Do you speak English? Nee. No? Can I go to the bus station? Taxi može, samo gdje treba. Taxi, to bus station? Može, može. Binnen 10 minuten met de taxi ben ik hier aangekomen bij het busstation hier in Banja Luka, helemaal in het noorden van de stad. Nu heb ik geboekt dus bij Flixbus, de busmaatschappij die ook in Nederland wel bekend is voor de internationale ritten. Nu kreeg ik net een mailtje van ze dat ik moest goed opletten, want de bus die zo meteen van hier naar Mostar gaat, dus de bus die ik heb, die heeft niet het uiterlijk van een Flixbus, maar wordt weer uitbesteed aan Globetour. Dat is dan weer een andere busmaatschappij. Goed, daar moet ik dus ook nog op letten dat je dus wel in de goede bus stapt. Nou, mijn bus die gaat om 1 uur. Het is nu 11:30, dus ik heb nog maar eventjes de tijd. Ik zal misschien nog een bakje koffie doen of iets eten of iets drinken, geen idee. Maar dat zijn ook weer van die dingen die kunnen eigenlijk alleen maar in Oost-Europa. Dan wordt het weer uitbesteed aan een andere busmaatschappij, omdat het dan misschien weer goedkoper is of dat de andere bus niet beschikbaar is. Weet het eigenlijk niet. Busprijs die ik heb betaald voor de rit dus van Banja Luka naar Mostar is €14. Nou, dat is spotgoedkoop en dan voor 4,5 uur reizen. Het schijnt ook een hele mooie rit te zijn door de natuur en nou ja, de mooie wegen hier in Bosnië. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog 1,5 uur de tijd. Ik ga eerst eventjes hier rustig een bakje koffie doen. Het is nog een half uur voor vertrek van mijn bus. Ik sta hier nu op het perron. Zoals je kan zien is het best een uitgestorven boel. Zoveel bussen gaan er ook helemaal niet weg. Er staat hier één bus achter mij. Dat is trouwens niet de bus waar ik in moet. Maar het is nog een half uurtje. Als je online de ticket boekt bij Flixbus krijg je een QR-code.
Nee, daarmee dacht ik dat ik hier door de poortjes kon. Dat kan dus niet. Dan moet je eerst naar het loket. Dan krijg je een nieuw bonnetje. Dan moet je wel weer een euro voor betalen. Nou ja, prima. En dan met dit bonnetje kun je door de gate. En dan kom je dus hier bij de perron uit waar de bussen vertrekken. Ja, moet je allemaal net even weten natuurlijk. Ja, zoals ik zei, mijn bus die wordt uitbesteed aan Globetour. Die bus die komt trouwens net hier achteraan. Dus ik denk dat hij zo eraan komt. Kunnen we rustig de bus in en dan onderweg naar mijn tweede stad hier in Bosnië en Herzegovina. Onderweg naar Mostar. Tot zometeen. Nu halverwege op de reis tussen Banja Luka en Mostar zijn we eventjes hier gestopt bij een tankstation ergens tussen de bergen. Dan moeten we volgens mij nog 2 uur rijden. Dat is de bus achter mij waar ik in zat. De Flixbus zonder de kenmerken van dat het maar een Flixbus zou zijn. Ik zie daar een bord staan, een geel bord. Daar staat op Mostar, nog 77 kilometer. Ja, in Nederland zou je daar misschien nou, nog niet eens een uur over doen, maar hier moet je al die kronkelweggetjes door, langs de rivier. We zijn zelfs een deel door de sneeuw gekomen en nu weer een deel weer richting, nou ja, richting zeeniveau, zeg maar. Dus het verschil ligt heel erg hoog. Eén keer door de berg heen, de andere keer dus helemaal niet. Maar het is wel een hele mooie route. Absoluut de moeite waard als je een keer in Bosnië bent. Ik vind het sowieso een heel onontdekt land. Het ziet er prachtig uit, prachtige natuur. Het is mooi weer, vriendelijke mensen, eigenlijk alles wat je wel nodig hebt op een reis, op een wereldreis, of als je eens een keer gewoon Bosnië wil bezoeken. Absoluut de moeite waard. Goed, na een rit van ruim 4,5 uur ben ik aangekomen in Mostar, in het redelijke zuiden van Bosnië. En ja, het was wel een bijzondere busrit. Een bus die je zeker niet elke dag meemaakt en in Nederland natuurlijk al helemaal niet. Wat is nou het geval? Die bus rijdt ongeveer 4,5 uur lang over kronkelige bergpaadjes. Een chauffeur, onderdeel van Flixbus, die houden wel van flink doorrijden omdat ze natuurlijk een heel krap schema hebben. Dat in combinatie met al die haarspeldbochten in de bergen heeft het gewoon bijna voor gezorgd dat zo mijn ontbijt als lunch gewoon in de bus lag. Gelukkig heb ik dat kunnen besparen, maar het is wel een busrit voor een sterke maag, want het was wel een pittige. Gelukkig stopte de bus af en toe ook eventjes om een korte pauze te nemen. Maar goed, uiteindelijk aangekomen hier in Mostar. 14 euro met de Flixbus. Nu ga ik onderweg naar mijn appartement voor de komende 3 dagen. Even kijken hoe we daar naartoe gaan. Het kan te voet, maar ik kan ook weer met de taxi gaan. Hier net het oude centrum binnen van Mostar en eerste indruk, ja, het ziet er fantastisch uit. Het uitzicht op de hoge bergen, de rivier die hier onder mij langstroomt, een bijna ondergaande zon. Ja, dit belooft heel veel goeds voor Mostar. Via internet lees ik heel veel verhalen dat dit een van de mooiste steden is die Bosnië heeft. Nou, de eerste indruk is inderdaad prima.
Ik ben zojuist ingecheckt hier in het appartement voor de komende 3 dagen. Verblijf ik hier dus in Mostar en dit is het uitzicht vanaf het balkon. Prachtig uitzicht over de oude binnenstad heen. En hier nog op de moskee uitzicht. Voordat ik de video ga eindigen wil ik graag tot slot nog eventjes een korte tour doen door mijn appartement. Nou, zoals je kan zien heeft mijn appartement dus een balkon. En dan gaan we via deze kant de woonkamer in. Ik heb een eigen tv. Een bankstel, tafeltje, een eigen keuken. Dan hebben we hier de badkamer met een douche en toilet, wastafel, spiegel. Hij heeft alles wel aanwezig. Dan hebben we hier de slaapkamer. Een tweepersoonsbed. De kamer zelf is niet super groot, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik ben hier toch maar alleen. Dan hebben we hier nog een kast. Wat zit daar dan in? Nou, niet bijzonder veel in ieder geval. Een stel kussens, een strijkplank, een strijkbout en nog een paar kledinghangers. Tot zover de korte tour hier door mijn nieuwe kamer heen, door mijn nieuwe appartement heen voor de komende 3 dagen dus. Gemiddeld per nacht betaal ik hier zo'n €23 voor. Nou, dat is voor Nederlandse begrippen echt geen geld voor wat je hier krijgt en het uitzicht dat je erbij hebt. Dus ik denk dat we daar zeker niet over mogen klagen. Ik ga de video hier afsluiten. In de volgende video zie je de oude stad Mostar van dichtbij. Gaan we nog wat leuke bezienswaardigheden bezoeken. Ik heb er heel veel zin in. Graag tot de volgende keer.